Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Ik heb nu contact met Paramaribo, wederom. En daar zit Roy Bikhari, een van de grote ondernemers van Suriname en politicus. En Roy, hoe kijk jij naar alles wat gebeurd is deze week in Suriname? Ja, ik hoor je helemaal goed. Ik hoor je perfect, prima. Ja. Ik had je niet gehoord. Wat? Waarom heb ik je ook zo lang niet gehoord hier? Je hebt me één keer gebeld. Uh-huh. En ik heb me op een antwoord. Ik vind, tenminste, ik weet dat ik iemand ben die het langst kritiek heeft geleverd in Suriname. Er zijn natuurlijk andere vormen geweest, maar die zijn er niet meer. En tot op heden heb ik niet gemerkt dat er vanaf de onafhankelijkheid een nieuw onderwerp is aangesneden. Dat er iets nieuws gebeurd is. Snap je? En ik was moe geworden om steeds dezelfde tape af te draaien. Dus vandaar dat ik dacht, weet je, ik ga dit voorlopig niet meer doen. En wat ik ook gemerkt heb, ik ben niet gaan onderzoeken, maar de meeste televisiestations die nu beluisterd, zowel van Nederland als in Suriname, hoor je tegenwoordig steeds dezelfde mensen praten. En het zijn gewoon scheldkanonades. Ze schelden, ze gaan geven af op personen. Ik heb geleerd dat de oude garde, de mensen van vroeger, gehuild en gehuild zochten in personen. Je weet wel dat je personen gaat aanbidden alsof een persoon een soort messias de oplossing gaat brengen. Voor mij is dat een vorm van satanisme. Ik geloof niet in personen, ik geloof in systemen. En het volk moet zelf bepalen van wie ze denken dat die persoon oprecht en betrouwbaar is om de gewenste systemen te kunnen implementeren. Snap je? Ik ga niet over personen praten. En ik ga ook nooit afgeven op personen. Ik geef af op de handelingen. En ik vind dat is een heel verkeerde trend. Dus vandaar dat ik niet meer mensen te woord willen staan. Want ik heb geen zin om dit verhaal steeds uit te leggen. Maar nu met die ontwikkelingen die nu gaande zijn, waarbij het lijkt alsof we teruggaan in de tijd. Hè? We beginnen ons als bosmensen te gedragen. Ongeciviliseerde mensen. Toen dacht ik wel, weet je, ik kan nu niet weigeren om je niet te woord te staan. Vandaar. Oké. Want het is niet om andere redenen. Ja. Maar wat is er gaande dan? Wat is de reden? Wat heeft jou... Wat is je opgevallen? Deze... Kijk, wat er nu gebeurd is ook gebeurd. Ik was wel niet in het land hoor. Ik studeerde die tijd volgens mij in de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens de onafhankelijkheid toch? Had ze ook min of meer zoiets plaatsgevonden. Weet je nog, toen je uittocht van zoveel tsunamis kreeg naar Nederland, had men ook een deel van de stad in brand gestoken enzovoort. Dus toen had je het gehad, maar we hebben ook de tijd gekend van wedebords, grote stakingen. Maar dat tijdens stakingen zulke vernielingen hebben plaatsgevonden die niks te maken hebben met armoede, omdat men bromfietsen, Cartier, brillen, telefoontoestellen, weet je, men heeft bijna 85% van de mall is men binnengebroken en heeft dingen gestolen die niets te maken hebben met armoede, dat zijn luxe producten. En je zag bijvoorbeeld mensen in dure auto's komen om spullen weg te laten, dat waren ook geen arme mensen. En het gebeurde ook tegelijk op verschillende plaatsen. Dus wat ik vermoedde en waarom ik hierover wil praten, is ik denk dat deels het natuurlijk te wijten is aan de leiding, omdat het niet helemaal een protest was van een maatschappelijk protest. Dus meer een politiek protest. Men had namelijk stemadvies van tevoren gegeven. Dat stem op pro, onder andere. En het tweede is, de leider zelf, Paquito, die had een app doorgestuurd via sociale media, waarin stond dat als winkels niet sluiten, ze het zouden merken. En ten tweede had hij ook mensen de gelegenheid gegeven die anderen aanzetten tot vandalisme. Begreep je? En bovendien toen het plaatsvond ben je weggerend. Dus daar ben je mede verantwoordelijk. Maar als je kijkt naar wat zich heeft voorgedaan, dan lijkt het alsof los van die medeverantwoordelijkheid van de leiding, het een georganiseerde groep was. Want op verschillende plaatsen waren ze soms tegelijk bezig. Het was echt gecoördineerd. En het is niet één keer gestopt. Gisteren bijvoorbeeld, ik ben op het SRS en brand te steken. Vanmorgen was het de lagere technische school.
Dus het is een georganiseerde criminele bende. Nu zijn er verschillende zaken die spelen, want je zou kunnen denken, who's the mastermind? Dus men natuurlijk gaat gisteren, men denkt aan de 8 december kwestie, men denkt ook aan het feit dat NPS uit de oppositie gaan is. Men denkt misschien aan... Ik van alles hoor, maar NPS is eigenlijk geruisloos uit de coalitie gaan. Het is niemand opgevallen. Zo klein was de partij ook. Ik ben ook niet boos, want ik zeg maar... Uh-huh. Ik theoretiseer toch gewoon van... Ik zeg je wat er leeft. Oké. Nee, jij bent daar. Men zegt bijvoorbeeld... Nee, tuurlijk niet. Je wil niet gaan denken dat politieke leiders een criminal mind hebben, snap je? Dus, maar je hebt altijd mensen... die in de achterban zijn en zo denken. En ja, je weet maar nooit. Weet je, we hebben een Emmanuel-anomie-cultuur aangeleerd. Dus die dingen gebeuren. Maar dat zou kunnen spelen. Maar het zullen wel politieke motieven zijn. Want het is te goed georganiseerd. Het kan ook een deel zijn misschien van... Ik wil niet in die richting denken, maar... een deel van de ontevreden leden van de gewapende machten. Snap je? Want je zegt bijvoorbeeld op videobeelden waarbij de mensen ook bij stonden en dan horen ja, maar ze hebben geen opdracht gehad en ze traden niet op. Het is dus heel vreemd, hè? En het is niet mijn analyse alleen, hoor. Als je luistert naar RTL in Nederland en het kundige mensen die verstand hebben van hoe je de veiligheid moet garanderen in een land. Ik ben geen expert op dat gebied. Maar die zeggen dan dat de veiligheidsdiensten hebben gefaald en ook de beveiliging heeft gefaald. Toch, je kan kletsen, want het is een klein land. Je weet wat er speelt, je kent de armoede, je kent de situatie. Je hebt toen dat protest was uitgeroepen met datum, heb je op die datum ben je de brandstof gaan verhogen, terwijl dat juist de druppel was. Snap je dus? Je kan ook denken aan een vorm van uitlokking. Je weet in welke richting je moet denken. Maar in elk geval, in mijn optiek, rechtvaardig, niets geweld. Snap je? De slachtoffers zijn niet de boosdoeners. Kijk, ik heb pas net gelezen dat een echt maar zelfmoord heeft willen plegen. En dat gaat misschien nog meer gebeuren, omdat het niet meer ziet zitten. Ook die mensen moeten overleven. En ze proberen te springen op die vrouw vanuit de wijde bosbrug. Het is niet goed. Want, en over die voorbeeldfuncties. Kijk, je moet ook niet nagaan dat we hebben ook politieke leiders, mensen, voorbeeldfunctionarissen, of mensen die geacht worden het goede voorbeeldfunctie, die zich schuldig hebben gemaakt aan zulke dingen, die ook zo'n geschiedenis hebben. En dat voorbeeld is doorgecijferd. Wat ga je die mensen nu zeggen? Toch? Je ziet dat in feite wat er nu gebeurt, deels een spiegelbeeld is van de kwaliteit en de achtergrond van de politieke leiding. Wat verwacht je? Woorden wekken, voorbeelden trekken. Wat ga je die mensen zeggen? Snap je? Je zegt, je vindt dat het goed georganiseerd is en gecoördineerd, deze actie. Ja, gecoördineerd, ja. Dat is ook de analyse van de justitieautoriteiten hier. Uh-huh. Uit welke hoek zouden wij die coördinatie moeten zoeken? Waar komt die vandaan? Dat heb ik gezegd, als je denkt aan een mastermind, dan denk je in verschillende richtingen. Uh-huh. Toch, maar ik denk dat er... Het zou wel vreemd zijn. Ja. Is vol, want die richtingen die je aangeeft, die zouden niet kunnen collaboreren. Ik denk niet dat die zouden niet samen... Je weet het niet. Maar het lijkt wel op een gecoördineerde actie. Ja. Ze zijn niet bezig met het onderzoek. Ze hebben ja. Volgens mij ongeveer iets van 300 zoveel mensen al opgehaald. Maar waarschijnlijk is misschien nog maar 15% is aangehouden. Dus we moeten het binnenkort horen. Maar je weet ook dat gelijk daarna WhatsApp en Facebook was geminimaliseerd, toch? Waarschijnlijk om communicatie tussen groepen. Die daders een beetje te belemmeren. En je krijgt ook weinig informatie, want en je kan ook geen informatie doorspelen, maar we zullen het horen. We zullen het horen. Kijk, je kan tegenwoordig de media ook niet vertrouwen, want bijvoorbeeld... ze wilde iemand helpen. Deze kan je wel vertrouwen, hoor. Wij praten rechtstreeks. Kijk, alleen wanneer je officieel bericht krijgt, kan je erop afgaan. Maar via sociale media is het moeilijk. Ga je een voorbeeld geven. Ze hebben ergens een auto over de kop gegooid. Ik weet niet meer van mijn rampbelang of zo. En daar staat er een tekst bij. pardon. Dat die criminele demonstranten alle hun staanse
huizen gaan inbreken enzovoort. Het heeft er niks mee te maken, hè. Het was gewoon een incident. Of je krijgt bijvoorbeeld, je ziet een of ander militaire truck met personen uitladen. Daar zie je een tekst bij van, ja, kijk, de mastermind hier, waar ze al die criminelen uit. Dat is niet waar. Het waren aanhoudingen geweest. En één persoon voelde zich niet goed. En desmond wilde men die ene persoon eruit halen, snap je? Dus zo geeft men betekenis aan videobeelden. Een heel andere, een valse, verkeerde en het is een slechte betekenis en maatschappelijk onverantwoorde betekenis aan videobeeld. Dat bedoel ik met je kan de sociale media niet vertrouwen. Dus er is nu zoveel informatie verspreid en het is moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Dus ik ben heel voorzichtig. Daarom zeg ik theoretiseer alleen maar. Snap je, maar deze wending kennen we niet bij gewoon staking in Suriname. Om recht en hoge prijzen. Ja, ja. In welke Paramaribo ben je wakker geworden vandaag? In welke Paramaribo? In wat voor Paramaribo bedoel ik? Ja. Ik weet niet wat je bedoelt, maar ik grap ook met je. Dus de Paramaribo. Nou, ik ben dus diezelfde dag, toen het plaatste, die avond ben ik nergens geweest, want ik wil het nieuws bijhouden. Ik heb persoonlijk geen angstgevoelens hoor, ik heb gereisd geweest, dus ik span niet daar mee. Maar ik ben de volgende dag wel de straat op gegaan, omdat ik twee gasten had uit Brazilië. En die hadden geen eten. Ze zijn geweest voor gezondheidszorg. Ik heb niet gevraagd naar details, want ik kende ze uit Brazilië. En ze hadden geen eten. En ze hebben me gezegd dat degene die zouden moeten komen, van konden we niet over de brug konden. En alles was gesloten, dus we hebben een paar links gevonden. Waar hij wel eten kon bestellen. Het heeft wel een paar, drie uren geduurd. Heb ik eten voor ze gebracht. Er waren gewoon voertuigen op straat. Ik ben gisteravond wilde ik uitgaan. Maar alles was dicht. Er was één plekje open. Ik ben niet geweest, maar ik ben een verjaardag geweest. Om 10 uur ben ik de straat op gegaan. Van zuid naar noord. Een ringweg gereden. Marie-Thérèse-weg. Aan de Moestraat. En ik heb misschien... ben ik 20 auto's tegengekomen. Ik ben weer van het feestje vertrokken. Het was 10 uur 's avonds, feestje, ben ik 5 in de ochtend. En dan waren er, het was in de stad. Die drukte begon dan. Dus dat ging niet maar misschien mensen met andere werkzaamheden of wat dan ook. Maar ik denk dat het langzamer gaat normaliseren. Vandaag schijnt er, ik weet niet van winkels, maar een paar plaatsen zijn open. Want iemand belde me in de stad die een bloemisterij is en toen kreeg die informatie. Maar ik denk dat het rustiger wordt, dat het gaat normaliseren, maar ik weet niet of die criminele organisaties die acties nog gelijk gaan stopzetten. Dus dat weet ik, omdat tot vanmorgen en gisteravond ook Balani, SRS, vanmorgen LTS, snap je, die dingen gaan nog steeds door branden en beroevingen enzovoort. Dus wat zeg je, men probeert brand te stichten? Ja, het is toch gebeurd. Het Hoekhuis hebben ze geprobeerd. Digicel is in brand gestoken. Lage testen zullen in brand gestoken worden. Een SRS. Ik hoor die dingen allemaal niet meer. Ja, dat lijkt je. Het is vandalisme. Het heeft niks te maken met... vreedzame demonstratie. Ja, het heeft niks te maken met een maatschappelijk protest. Uh-huh. Maar het is van het begin. Kijk. Vroeger pak je twee varen gedaan en ze brinden. Maar het was een beetje defanade bijvoorbeeld. Dat is gewoon apolitiek. Snap je? En dan denk je, je komt op voor de samenleving. Maar als je zegt, stem op pro. Dan ben je daar mee bezig. Nou, je hebt de leiding. Kijk, bij defanade was het een heel andere kwaliteit. Je kreeg geen gelegenheid om te schelden om mensen aan te dingen. Maar bij deze jongen wel. En dan verdwijn je van het toneel. Dat doe je niet, toch? Je blijft verantwoordelijk. En je zet geen mensen, je geeft geen mensen gelegenheid om dingen te zeggen. Je stuurt geen apps door die bedreigend zijn. Ik bedoel, dus je bent totaal ongeschikt. Ja, maar pro een partij, pro is een partij buiten het parlement, buiten het parlement. Ja, ze hebben geen zetels, dus hoe is het onmogelijk om zoveel mensen op de been te brengen, toch? Ja, nou, kijk, het gebeurt niet zo. Je moet ervan uitgaan, je hebt natuurlijk activisten, maar er zitten sponsoren achter. Het zijn mensen die op clandestine manier die man bekken. Het zijn aan de organisaties die meespelen, snap je? Het is niet zomaar. Tuurlijk niet. Die mannen hebben eigen lijnen. Ik ken veel van die mensen. Ga je niet op via de radio zeggen wat allemaal. Maar ik ken een heleboel vrienden die ook geld voor deze mensen stuurden. Ik kan geen namen noemen. Maar
Het is, zo werkt het niet. Je denkt toch niet dat één persoon zoveel macht heeft om te zeggen, hé, gewoon een advertentieklaar mensen. Dat, zo werkt het niet. Er zijn ook andere organisaties die hebben meegeholpen. Oké. Eigenlijk houdt u naam maar daar. Maar mijn punt is dus niet, kijk, ik ben niet tegen een maatschappelijk protest. En ik vind het zeer gerechtvaardig. Dus ik heb ook een artikel erover geschreven. Ik vind het gerechtvaardig. Maar in godsnaam, als je gaat protesteren. Protesteer met een doel. Protesteer zodat het nut heeft. Maar ga niet protesteren om als uitlaatklep voor allerlei emotionele voeten. En wat dan? Of gewoon, ja, je wilt protesteren. Je moet protesteren voor een systeemverandering. Toch? Hoe voorkom je die ellende? Want dat is dat bedoel ik met een tape afdraaien. Hoeveel stakingen en protesten heb je al niet gekend? Is er iets inhoudelijk verbeterd? Nee. Dus je blijft dezelfde dingen doen. Pardon, maar je verwacht verbetering in het vooruitzicht. Dat gaat nooit gebeuren. Je blijft in die vicieuze cirkel. En nu zijn we veel verder dan voorheen. Kijk wat we zijn geworden. Is dat verschrikkelijk? We waren zo'n... Iedereen bewonderen Suriname. Kijk hoe... Wat zijn wij nu geworden eigenlijk? Ja. Liefderijk. Nu. Kijk, wij zijn wat volwassenen, toch? We hebben ervaring, we zijn nuchter. Maar je moet nagaan, ga naar die jonge generaties. En dat is bijna driekwart van het volk. Die leven allemaal nu in angst. Wat voor angst is dat? Angst. Gevaar. Waarvoor? Dat ze beroofd kunnen worden. Dat ze vermoord kunnen worden. Dat hun huis in brand gesteld kunnen worden. Maar dat gebeurt toch? Maar wat waarom we denken om het geld te halen? Ja. Het gebeurt op een heleboel plakken tegelijk. Ik bedoel, waarom ga je een hoekhuis in brand steken? Waarom ga je naar de lagere term? Waarom ga je naar een school in brand willen steken? Je gaat bij Kippen, dan ga je bij Digicel, Telesur. Je hebt niks met elkaar te maken. Je gaat Bronfiets halen, je gaat in Optiek Marisa. Je gaat in een Chinese winkel. Hardwerkende mensen. Zijn niet eens rijke mensen. Een deel van ze. Oh, als je in een mooi huis woont, wat dan? Dan ben je bang. Ja. Je denkt in je naam, je denkt in je rijdt een mooie auto. Er is toch een auto van een journalist ook in brand gestoken, vlak voor het assembleegebouw. Ja. Er is toch een auto aan de Ramgolamweg, gewoon op zijn kop. Zomaar. Die eigenaar van heeft niks te maken met niks met niemand iets te maken. Gewoon om zo langs te gaan. Vandalisme. Anarchie. Dit is zuiver anarchie. Ja, maar het komt er. Omdat je een gezagsvacuum hebt. Er is geen leiding. Je hebt geen gezag. Kijk, je hebt pas gezag wanneer mensen ervan uitgaan dat jij je niet schuldig maakt aan dingen die niet kunnen. Snap je? Maar als mensen, als je begint met friends en families, je regelt, je strooit met geld. Toch? Allerlei dieven heb je om je heen. Je luistert niet naar het volk. Wat verwacht je? Er is geen gezag. Is het free for all? Een ander woord voor is chaos, is anarchie. Nou ja, iedereen betreft de eigen handen. Je hebt niet eens vertrouwen in de rechtelijke macht en het openbaar ministerie. Belfort heeft pas het doeken gedaan dat pedofielen worden vrijgelaten bijvoorbeeld. En nog een paar andere dingen. Maar er is zoveel dat in zo'n korte tijd gebeurt. Onvoorstelbaar. Dit is echt anarchie. We hebben een heel zwakke leiding. Dat ik die vandalistische activiteiten ervaren. Op geen enkel moment is dat goed te praten. Nee, want jij bent ook ondernemer. En je weet wat het betekent dan als je zag. Nou, je weet het misschien niet. Ja, maar we hebben ook in een andere tijd. Iedereen voelt het. Het maakt niet uit. Iedereen voelt het. Toch rijk en arm. Iedereen voelt op zijn of haar manier. Snap je? Maar het punt is, wat heeft het stelen met van een telefoon te staan? Van een bronfiets. Met je armoede te maken. En dat je demonstratief nog videobeelden laat maken van wat voor bril je aan het ooit gestolen hebt. Je rijdt in een splinternieuwe dure auto en je gaat kleren stelen. Met je heel gezin. Je videobeelden. Het lijkt alsof alleen maar rijke personen zijn gaan spelen. Ja, ik word er stil van, hè, als je het zo vertelt. Stel je voor, u was brood gaan stelen of aardappel of zo. Niemand heeft iedereen gestolen. Ik had die gisteren even op de telefoon. Ja. En zij hebben een hoek uit. Zij hebben een bron van scoren.
Dit is sabotage. Mm-hmm. Dat is vandalisme met saboteren. Je saboteert. Je probeert onrust te zaken. Snap je? Chaos. Dit is vernielzucht. Het heeft niks met ontwikkeling te maken. Er zijn heel slechte andere motieven erachter. Dit zet aan tot moord. Volkermoord. Kijk net het... Stel je voor, het wordt erger. Nou, natuurlijk ga je ook harder moeten optreden. En je moet nagaan, ze hebben politieagent ook mishandeld. En je weet hoe het gaat. Nou, kom niet aan iemand van de gewapende macht. Ze hebben een parlementaris, ze hebben een plat verkocht. Snap je? Dus als je nu gaat moeten optreden, wat ga je krijgen? Actiereactie. Bidden of boemvoer, bidden of waarom. Maar je kan het ook niet zo laten, toch, als u het gezag... Nee, ik kan niet zo laten, maar dus ik vind wel dat tot op heden, wat dat betreft, dat moeten we ze meegeven. Men is niet gelijk overgaan tot hard optreden. Weet je, het is geleidelijk aan het doen, en men waarschuwt. Maar, als het inderdaad doorgaat, ja, iedereen wil zich veilig voelen. Niet dat ik me als persoon onveilig voel, maar je voelt mee met de samenleving. Ik vond het verschrikkelijk. Net een paar minuten voordat je me belde, las ik hoe die vrouw wilde springen van de bosje, omdat ze beroep is in de winkel. Een Chinees echtpaar aan de heilige weg. Dus dat doet je wat, want je denkt... Waarom wil die vrouw springen van de brug? Oh, ja, ze hebben de broer, ze zag het niet meer zitten. Oké. Okay. Dus toen dat bericht van die historie met haar man gaat, dan willen ze van de brug gaan springen. Omdat, je weet toch waarschijnlijk, je weet wanneer het moeilijk gaat, dat alles echt doordat je verschil van mening, dan willen ze zelf van kan maken. Mm. Met een brug van... Nou ja, je hebt mij gestuurd, ja. En dat ik zie wat er gebeurt. En ik heb binnen mijn groep, heb ik een heleboel intellectuelen, die deze dingen goed praten. Dan denk ik, wat voor mensen zijn dat, hè? Dus ik begrijp dat je Pinaar, ik begrijp dat je in feite dat je in een wanhoop tussen zit. Maar stel je voor dat iedereen die zich zo voelt moet gaan inbreken. En de wijze waarop is verdiend, wat heeft dat te maken met je armoede? Waar het bleek dat je honger hebt? De wijze waarop je te werk gaat. Is geen van die dingen blijkt dat. Dus je gaat helemaal niet presenteren. Dit is wat je gaat doen. Stenen gooien of gebouwen. Je zoekt geen eten, toch? Nee. Dat zoekt je liefste producten. Nee, dat... En je wilt vernielen. Wat heb je toch niet goed werk? En dat intellectueel deze dingen goed praten. Ken je mensen die dat goed praten? Natuurlijk, ja, genoeg. Je moet kijken op sociale media. Ik ken ze ook. Ik heb ze ook binnen mijn netwerk. Het is verschrikkelijk. Maar ik weet waarom. Zij hebben politieke motieven, emotionele motieven. Mij interesseert het niet. Of nou boven ze nu aan de macht komen. Het interesseert mij niet. Wat het volk wil moet gebeuren, punt uit. Is niet mijn zaak. Ik geloof net dat geen enkel mens op de wereld is geboren om de wereld te veranderen. Je moet gewoon goed in je leven doen. Kijk, met wat al die mensen zijn gebeurd die dachten dat ze een of andere messias waren geworden. Ze zijn vrij dood gegaan. Is niet je taak. Is je taak gewoon om goed te doen. Punt uit, laat ieder goed doen. En als je leider wilt, laat je leider goed doen. Maar je hebt geen enkel verantwoordelijkheid. Je hebt geen plicht dat jij de wereld moet gaan verbeteren. Wie je ook bent. Daarom heb je zoveel godsdienstoorlogen, toch? Allemaal zien het alsof ze een god zijn. God heeft geen hulp van mensen nodig. Doe gewoon goed, punt uit. Verricht je taak naar behoren, punt uit. Want het moment dat je het gevoel hebt dat jij zalig maken moet zijn, jij de heilige bent, dan ga je onderdrukken. Dan ga je mensen voorschrijven, verplichte dingen te doen. Nee, we zijn samen overeengekomen, mensenrechten op de hele wereld. Goed bestuur. En die dingen moeten we gewoon naleven. Gewoon naleven wat we gemeenschappelijk wereldwijd zijn overgekomen. Dat was de wereld al een paradijs. Ja. Zo simpel is dat. Ja, ja toch? Okay. Dat doen we niet. Ja, dat doen wij niet. Hoe verder nu? Zie je meer protest, demonstratie komen? Hoe verder? Kijk, precies wat we al die tijd gezegd hebben. Toch? Precies wat Jan beloofd heeft, moet hij nu gaan uitvoeren. Er is geen uitweg meer. Hij kan niet zeggen, ja, ik kan niet, want ik zit met andere mensen in een coalitie. Dus, net als bij dat ze bijvoorbeeld de roosjes op goud
niet kunnen gaan verhogen naar 60%, omdat er andere belangstellingen binnen de houtsector niet meer kunnen verdienen. Dus alle dingen moeten uit. Maar hij moet niet alleen praten over de inkomsten. Want je wil alleen maar inkomsten om wat te doen. Om te reizen, om meer auto's te kopen, om 3000 mensen te accommoderen. Ik had pas gelezen, ik weet niet in hoeverre het was, ik ben niet gaan verifiëren, dat de tijd van Feliciaan, je volgens mij op het kabinet, iets van 60, 70 mensen die verder. De tijd van Boris was mij 300 zoveel. En bij Tjaan 2000 zoveel. Ik weet wel die mensen. Ik weet of die mensen daar zelf kunnen zitten. Ik heb een kabinet nooit van Boris. Maar het is belachelijk. En het punt bij mij is, wat er moet gebeuren, is dat je goed bestuur moet invullen. Wat betekent goed bestuur? Ten eerste dat je alle friends en families wettelijk gaat afschaffen en ze allemaal eruit gooit. Dat kan niet. Je kan nooit met friends en families objectiviteit, transparantie, rechtvaardigheid, integriteit en dingen waarborgen. Dat kan niet. Want die mensen staan onder druk en je kan altijd ongestraft stelen. Dus friends en families moeten wettelijk verboden en het moet er. En dat heeft hij beloofd. Dat is het eerste wat je moet doen. Ja. Ze gaan op een gegeven moment, als je dat gedaan hebt, heb je al een pluspunt. Je gaat alle corruptie die je hebt geïdentificeerd, toen het herstelprogramma werd geschreven. Je hebt zelf wat roevers uitgemaakt, bepaalde NGO's. Je gaat het moeten uitbannen voordat je prijs aanpakt. Je kan niet stroom en zo gaan verhogen, terwijl je dat zo 40% te veel betalen. Dat is allemaal kletskoek. Je moet die dingen gaan doen. En je moet het gewoon rigoureus doen. Het zijn dingen waarover ik vanaf het eerste uur sprak, dat weet je vooral. En iedereen schot buiten op Facebook. Het moment dat een vrouw had geaccommodeerd en Brunsel begon naar anders, zijn broer en familie, dat wist ik al, het kan nooit meer goed gaan. Je kan nooit een land besturen met vrouwen, dat gaat niet. Aan een bedrijf. En je noemt contact, ja, je vertrouwt geen mensen. Aan een moet vertrouwen. Wij moeten ze vertrouwen. Dan moet je maar sollicitatieprocedures gaan invoeren. Snap je? Ja. Je hoeft niet van die mensen te houden, ze moeten werk doen. Je bent verantwoordelijk aan het volk, je bent in dienst van het volk. Ze doen alsof het een privé onderneming is. Dus dat zijn de systemische veranderingen. Je gaat het DNA-lidmaatschap tot een voltijdse baan moeten maken. Je gaat die wetten moeten we alle protocollen van alle mensen innemen, wapens innemen van mensen die thuis horen. Hebben ze ook niet gedaan. Je gaat die bezorgingen die van die zaken moeten gaan afschaffen. Je gaat niet een jaar aan dat werk en de rest van je leven geld krijgen. Het is allemaal een voermonie. En je gaat je apparaat doen, dus daarmee zijn ze al bezig. Ze zijn er dus met goede dingen. Je moet de RR en DL in waar ze het liefst hebben gaan betrekken om die mensen zelfredzaamheid bij te leren. Vraag ze wat ze willen, wat ze willen. Geen kleine gekke dingen die je kan doen. Is makkelijk, alleen je gaat je DC's rechtstreeks moeten laten kiezen. Je moet echt decentraliseren. Maar ze denken aan machtsbehoud, wie dan wel eens niemand controleert. Die dingen die ze allemaal weten, die ze allemaal hebben gepropageerd. Zoals Nederland, de hele wereld draait zo. Alleen hebben ze andere termen voor. Je hebt een burgemeester bijvoorbeeld, hè? We hebben DC. Precies wat jullie moeten, die willen zelfs het niet weten hier. Zeg het ook in scholing in Nederland, gaat. Ze weten alles. Ja. Ze hebben dat gepropageerd tijdens de verkiezingscampagne. Nou, voer die dingen uit. Dat moeten ze doen. En dan ga je gelijk dat je stabiliteit krijgt. Dat is alles. Nou, het klinkt simpel, die oplossing die jij aandraagt. Ze hebben dat ook gepropageerd. Maar ik leg uit waarom het zo wordt. Je kan geen ander land op die manier van besturen. Maar wat zelf, als je een bijlegfeest, kijk naar jongens, ongeschoolde mensen die bijlegfeesten organiseren. Wat doe je? Die ene man neemt de kaart. Die andere koopt een bom, die andere geeft drinken, die andere ontvangt geld. Maar heb je tegen ze van zijn serra kan het tegen drinken, tegen money. Yo, voeroe toch? Ja. Nou, iemand in Belg zegt dat je kan beter besturen. En dan wat doe jij als bestuurder? Je pot je smaak van meer, dus dan moet je zeggen dat je anders kan jagen weer. Dat is vrede. Al je pilee. Je pot wel assemblee lid, ze mag wel op privébanen. Ik kies wel een RTC-pot. En van de doelstelling pakken en ik kies RTC-pot. En ik wil oprijden. Hier. Maar als je geen grenzen moet hebben, je hebt sollicitatieproces. Dan is die man, kan je verantwoordelijk houden. Hij heeft een taakstelling. En hij weet, tja, nou maar nog koffer. Ja, nog familie. Als DNA-leden geen nieuwsgierig moeten hebben. In een grip neemt dat morgen toch? Dat is. Okay. En als je al die inkomsten afschaft, het is niet meer lucratief om minister voor een jaar te worden of dergelijke voor een jaar.
Als die vrouw kan ik niet meer weg, wat doe je vrouw kan niet in een bereik pensioen geletten. Dus waar in de wereld werk je voor een paar jaar en de rest van je leven krijg je pensioen? Waar? Ik ken het land niet. Als er een of andere, hoe noem je dat, leider, dan wil je inkomsten. Waarom wil je meer inkomsten? Je hebt geen inkomsten. Natuurlijk moet je dingen hebben, want die mensen buiten ons uit. Maar dan gaat dat in de productie van ons. Maar nu, alle inkomsten gaan gewoon om hun een luxueus leven te geven. En al die andere dingen te bepalen. Zonder je naar enige kon naar de corona voor. Zelf die, volgens mij in het bos zelf denken ze niet zo. Kom gewoon hier voor de komende jaren. En je heel lief naar je kies op pensioen. En plus jouw wachtterminus op telefoon, internet. Je kan reizen. Die man hebben een vliegtuig hier. Als dat is het waardig en aan de one money, als hij lastig is de money, die is op een miljoen in pay alle jaren. Waarom? Nou, ik heb mijn privé wagen. Alleen dat ze privé kunnen reizen. Het heeft geen enkel nut voor het land. Je bedoelt SLM? Ja. Dat is een paspoort en je loopt weg. Alle lazy, voor z'n allemaal loopt weg. Voor z'n allemaal, dus voor iemand nog allemaal loopt weg. Rara, hoe kan dat? Maar, ze zijn objectief en zijn onafhankelijk. Maar wat is de praktijk? Hoe komt het dat iedere persoon die zou moeten worden op tijd kan vluchten? Hoe komt het? Ik ga ze niet betichten hoor. Maar het is een vraag tegen ons af. Als je onafhankelijk bent, hoe komt het? Tada, sportlikkie als een likkie. Mm-hmm. En dan allemaal voor een partij, voor alle partijen. Hoor. Ja toch? Praktisch deze mensen, pragmatisch dan. Hoe komt het? Maar als je taxa dan van ja, mensen met voorbeeldkunstje proberen dat het onafhankelijk zijn enzovoort. Kijk naar de praktijk. En kijk, als je in de assemblee hoort dat een assembleelid, en dat komt tijdens een openbare vergadering, gewoon zegt hoe veroordelen mensen die worden opgespoord, worden vrijgesproken, of dingen, zaken worden geseponeerd, en anderen krijgen een topfunctie. Mm-hmm. Blijf zich schuldig op een diefstal. En wat doet de assemblee? Niets! Ik bedoel, dit is toch de hoogste prioriteit? Dus, wat is er? Dus, ik ga geen vernielingen rechtvaardigen en wat er is gebeurd. Maar als jij zo laat spelen, of tenminste, het blijkt, en men laat horen in het huis van afgevaren, hoe vertegenwoordigt het volk onthullen dat je dieven accommodeert en dat je criminelen vrijspreekt. Ben je ook niet deels medeplichtig aan deze vernielzucht? Want in feite zeg je die mensen, hé, ik niet af mijn lijn, dan kan ik doen toe. Kan je niet af mijn lijn, maar lusso, met de man toch mijn lusso. Begrijp je? Dus je geeft het voorbeeld, toch, van ongestraft kunnen stelen. En je kunt, ik mag het doen. Maar met welk recht ga jij ze zeggen, je mag het niet doen? Want je hebt datzelfde voorbeeld gegeven. Bruisende biscopina's toe, in elkaar. Beide nog, vraag. Arkie, je toch? Ja, ik moet je niet onderbreken. Nee, je bent bezig met een serieus betoog. Je zit niet voor me, dus ik moet even checken. Nee, je bent goed bezig. En je bent op dreef. En ik hoor je niet zo vaak, dus met mijn Ludine Kitaki. Ik zat in het eerste jaar niet. Ik ben ook psychologie, toch? Dat ben ik beleerd niet. Ik heb net ja. Weet je, wij gebruiken spreekwoorden, wat ik dacht. Woorden wekken, voorbeelden trekken, denk ik, oh ja. Dat wat. Maar dan leren die prof ons, die eerste jaar student, van ja, kijk. We zeggen vaak, we leren onze kinderen, je moet niet sturen, je moet dit en je moet niet liegen enzovoort. Maar je vergeet soms dat wanneer iemand aanklopt of belt, wat zeg je kind? Als dat kind moet opnemen of moet antwoorden, zeg papa of mama is niet thuis. Snap je? Dus dat effect, kijk, van voorbeeld zijn belang. Als mensen, iedere mens die kinderen heeft, die weet het. Wanneer je kind hier klein is, dan zit je naar op je zij doen. Als je net als van alles aan zij doet, hij denkt dat je lichaam zou de telen voor hij laat voor dat toch? Hij loopt op tv, alles aan zij doet toch? En dit is wat was mij doen, lekker pokai. Nou, eer komt Biggie, dan heb je ook idolen, zoals man one day, de kan de weer lekker acteur, of de go kleding zit lekker actrice, weet je?
Altijd is ook een idool geschreven, toch? Of je wandelijk van Barack Obama, of je wandelijk Shakira, weet ik veel, of Janet Jackson, of Minnesota. Maar kan je ondertussen met de Elvis Presley, moeder toch, man, tankers en hekra. En zo hebben die mensen. Nou, dan moet je nagaan in een landenmassa. Wie kijkt eigenlijk op, toch? Ik keek op tegenover mijn leraar, ze hadden vroeger op zo'n uitdag wit en dat was keurig. Ik wil ook een keer als meneer zijn. Misschien geen leerkracht worden. Maar ik wil die status hebben. Snap je? Zo, dat was mijn voorbeeld. Deze mensen zijn van massa. Misschien zijn ze niet naar school gegaan. Je weet, op school kleden zich niet meer zo netjes. Nou? Misschien komt door de armoede. Misschien hebben ze de andere regels. Weet ik veel wat. Maar dan kijken ze op tegen een president en minister. En die man komt bij. Je bent blij. Je gaat die man. Want die mensen worden groot ontvangen. De weinige bezittingen hebben gegeven die mensen cadeau. En dan zie je nu wat voor monsters je daar hebt gezet. Wat voor gewoon alledaagse dieven. Hoe mensen dat ze praten. Wat ze zeggen. Hoe ze tekeerd gaan. Hoe ze naar je luisteren. Hoe ze je juist veroordelen. Naar je schuld in je begrip. Je jaloers of zulke dingen. Of ik wil niet daarover praten. Asseur niet. Zo praat je nu met die mensen. En daarvoor liep je te bedelen jarenlang. En dat horen ze nu via allerlei media's in de film, hoe je dieven accommodeert. Hoe je zo groot leeft, hoe je met 20 auto's rondrijdt. Waar je allemaal op reis bent, wie je allemaal meeneemt, die niks te maken hebben. En dat je totaal geen resultaat levert. Dat ze steeds moeten inboeten. Dat ze steeds hoger prijs moeten halen. Terwijl je steeds luxueuzer leeft. En dan ga je uiteindelijk, want dan kun je een paardje op klas over je inkomsten verhogen. Voedusang. Terwijl we een heercommissie zijn ingesteld, lukt ook 40% idee uit ons voor. Jij legt het in een mandrijf een contract teken. Maar dat bedrijf aan de view. Je tekt money voor go-to. Je wil gewoon oprollen, maar je kan money voor bepaal SLM. De man zou vervoeren niks in de retour van morgen. De rijplan moet maken. Maar plan is, ja, money. We moeten steeds schatten en dan moet je $23 miljoen van per jaar ook gaan betalen. Allerlei zit er gewoon terug. Allerlei is aan zijn boek. Allerlei is nog nauwelijks aan vliegt en komt of hij stranden. Wat gebeurt er dan? Wat is wel goed? Baby's gaan dood in het ziekenhuis. Volgens. Onderwijs ligt op zijn gat. Ik ben one max man. Kies, go over zonder diploma. Nou, je kon leg me uit dat 80% normaal voor de score kiek. Normaal lees je dan een schriftje. Normaal andere percentage heb ik niet presenteerd. Nou, wat heb je al die tijd gedaan? Dus, na 3 jaar kom je onthullingen doen. Dus, Agnes, ik wil maar gewoon trappen aan die kopotata papos. Is dat vreselijk, man? Al die tijd zit je dit niet te besturen. Je zit in de krijgt alleen maar, je hebt zoveel te kletsen. Want die figures, die doen de ronde, wat je allemaal gezegd hebt. En wat voor analyse je gemaakt hebt. En plotseling wist je niks. En nu na 3 jaar weet je ook niks. Zeg, de man is een smoker, maar ze gaan niet voor het meer. In dat denk je. Ben je dan nog Frans? Aboem, ik hoor je. Ik moet het niet letterlijk horen. Nee, maar deels is het, zoals je het verwoord, als ik je samenvat, dan is het ook de schuld van Santokia, het is een beleid. De schuld? Zij zijn de hoofdschuldigen, niet voor die familie. Toch? Niet zij voor de situatie, zonder meer. Toch, want je bent al 3 jaar aan de macht en er is geen perspectief. En Weet je wat mij het meest hindert? 2 jaar volgens mij, toen dat herstel was klaar. Je wist precies waar er was geprobeerd. Je hebt niks gedaan aan de fraude. Je wist al, je hebt geen cent teruggebracht. Per ammonide. Per je pura corruptie. En hij accommoderen we nog voerman. En hij heeft zoveel inkomsten door. Dat was paar miljoen. Dat is totaal verkeerd. Je kan het niet goed praten. Toch? Dat geeft je geen recht om te gaan vermoeden. En vooral niet mensen die totaal niet zijn. Dit zijn hardwerkende mensen. En je stilt dingen die niks met armoede te maken hebben. En je gaat zomaar brand zitten scholen. Dit is gewoon vernielzucht. Je wil gewoon vernietigen en afbreken. Deze mensen moeten verwijderen van de samenleving. Je hebt het totaal op geen enkele wijze van het geen enkel invalshoek. Is dat positief? Het is niet goed te praten. En iedereen goed praat, die moet zich gaan laten nakijken. Dat kan niet. Oké. Okay. Uw standpunt is duidelijk, meneer Bihari. Ik wil u bedanken, Roy Big Harry in Paramaribo. Abou, ik corrigeer. Nee, toch? Je bent Roy Big Harry, de molen. Ja. Wie zo naar de molen doen? Niet naar niks. Maar er is wel genoeg brood in Suriname?
En daar zorg jij jouw zoon voor, toch? Ja, maar zo. Maar ik heb het echt wel mee te pakken. Maar er is genoeg brood. Er is genoeg brood. Ik ben een student, maar alleen met afstudeerscripties. Ik ben een hele andere branche. Oké, mooi zo. Ik dank je voor je tijd. En gesprek. Ja, Frank. Okay. Het was ook aangenaam weer daar lange tijd met je gesproken. Kijkers, ja. U ook voor ons even willen luisteren. Dank je wel. Dank je. Het is live. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.